Hallo, vandaag is het Wereldmelkdag. Dus laten we maar eens iets met melk gaan tekenen. Misschien een oude melkbus. Of gewoon een glas melk. Chocomel kan ook nog. Ja, dat is weer. Dat wordt weer wat lastiger zonder kleurtjes. Maar ach, we gaan gewoon iets met melk tekenen. Doe je weer mee? Goed, Werelddag van de Melk. Ja, Wereldmelkdag. Ik denk, laten we eens een melkbus gaan tekenen. Weet je wel, vroeger, tegenwoordig zie je ze bijna niet meer. Of eigenlijk zie je ze gewoon niet meer. Melkbussen, die werden dan vroeger opgehaald. En, of naar de fabriek gebracht. En dat gingen melkbussen. En ja, die werden vervoerd op de trekker of op een melkkar. Laten we zo'n melkbus tekenen. Een bodem. Had hij ook nog twee oren aan de zijkant. Zo. Dan liep hij wat taps ertoe. Dan zie je hier ook nog een randje zo op. En daar zat dan ook nog een deksel op. En die deksel, we tekenen hem nu gewoon even. Ja, die deksel die was dan zo. En daar zat dan zeg maar zo een handvat aan. Dat je hem zo eraf kon pakken. En die viel hierin zeg maar. Dus van de deksel zo. Het was dan zeg maar zo de deksel. En die viel daar dan in naar binnen. Zeg maar zo. En zo sloot je de melkbus af. Nou, dat is een melkbus. Melkkan had je vroeger ook nog. En dat was dan, dat leek wel een beetje op de melkbus. Die liep ook taps toe. Die was dan een stuk kleiner. En daar zat dan meestal een hengsel aan. Zo. Met een houten handvaatje. Zo. Dan kon je hem dragen, zeg maar, de kan. En ja, daar ging dan ook zo, zeg maar, de melk in. En ook daar zat dan een deksel bij, maar die was dan weer rond met daar ook weer een handvat op. Zo. Zodat die ook dicht kon. De melkfles van vroeger. Ja, tegenwoordig heb je allemaal melk pakken, maar vroeger hadden we een. Ja, ze werd de melk in flessen bezorgd. Vaak door de melkboer dan. Zo, en daar zat dan een cellofanen dopje op. Ja, cellofaan. Oh nee, cellofaan, hoe noem je dat? Aluminium dekseltje op. Dat was zeg maar zo een dopje. Het leek een beetje op kroonkurk, maar dan was het van echt aluminium, dus wat zachter. Het was dan, zeg maar, vouwde zich zeg maar hier omheen. En wat je had wel eens van die slimme vogels. Die pikten dan die dopper kapot, zodat ze de room van de melk konden snoepen. Maar dat was echt van glas, een melkfles. En die werden ook netjes omgespoeld weer bij de melkboer. En dan gingen weer nieuwe melk in. Ja, dat is een beetje achterhaald ondertussen. Want ja, dat is niet meer. Tegenwoordig is het allemaal in pakken. Nou ja, melkpak. We hadden gisteren al van de week al een pakje drinken. Of nee. We hadden de picknick. Hadden we daar drinken bij? Dat waren flessen. Nou, van de week gaan we nog een pakje drinken tekenen bij een lunchtrommeltje. En ja, dat lijkt wel een beetje op een melk. Maar we kunnen hier nog wel even een melkpak achter tekenen. Laten we dat even hier opzij tekenen. Zo. Laten we dat wat meer in 3D doen. Tenminste, hoeverre het 3D is, hoor. Want zo. Melk. Ja, er zit hier tegenwoordig zitten van die plastic dopjes op ook. Of een draaidopje, wat je kapot kan doen. Of een klepdopje, met het folietje eronder. Nou, dit zit allemaal gesield en geplakt.
Er staan hier vaak ook nog wat koeien op afgebeeld. En weidemelk. Hier heel op tekst. Met symbolen en dat het goede melk is. En voor ieder wat wils en goed is. Nou, een pak melk. Een melkkan of melkbus. Dit is een melkkan. En de melkfles. Nou, ga zelf aan de slag met de melk. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!